Hallo, daar ben ik weer. Annemie van de Ven met acryl en olieverf op doek. Een demonstratie voor iedereen die maar wil, maar vooral voor mijn cursisten. We gaan een combinatietechniek doen. We gaan met plastic werken of huishoudfolie. Gaan we eerst in acryl een achtergrond maken en we gaan een portret van een haas maken. In deze tijd wel toepasselijk. We beginnen met die achtergrond in acryl en ik heb hier al de acryl klaarstaan. Die heb ik aangelengd met wat water of medium. Als je heel goedkope acryl hebt, dan kun je misschien beter toch echt op medium vertrouwen. Ik maak hem vrij vloeibaar. Hier zit gewoon water in. Dit is echt leuk om te doen. Beetje zo klieteren. Heb je echt het gevoel dat je lekker bezig bent. En dat het nog niet uitmaakt wat je doet. Heerlijk om rond het middaguur of vanavond om je daar lekker mee bezig te houden. Weer eens wat anders dan tv kijken. We pakken huishoudfolie of het plastic waarmee je doek is verpakt. En daarmee kneden we als het ware op het doek en zo krijgen we de structuur en de rimpels van het plastic een beetje mee op het doek. Maak hem nog een beetje vloeibaarder. Met het paletmes. Het gaat maar om een structuur die op natuur of gras lijkt. Het hoeft niet echt letterlijk gras te zijn. Met een grote kwast en vloeibare acryl maak ik nog wat gras erbij in meer strepen. Ik moet dat natuurlijk vlug doen, anders denken jullie dat filmpje duurt zo lang en jullie willen natuurlijk lekker zelf aan de gang. Thank you.
Zo, dit laten we drogen en dan gaan we zo meteen met acryl of met olieverf verder. Gaat-ie. Hier zie je een foto van een haas. Die kun je van internet halen. Dan weet je hoe die er ongeveer uitziet. Het is in dit geval ga ik met wit krijt de tekening erop zetten. Omdat je met een donker krijt, zoals houtskool, zou je de tekening bijna niet kunnen zien. En we moeten natuurlijk wel een beetje weten wat we willen zien. Belangrijk is, een beetje driehoekige kop en hele lange oren. Het klinkt simpel, maar dat is het eigenlijk ook. Bovenop zijn kop, dit stuk, is een beetje een plat trapezieachtige vorm. Zijn wangetjes, hij is echt toch een knaagdier, hè? Kan goed kauwen. Dit is makkelijk, hier laten we zijn vacht in de achtergrond verdwijnen. En let op dat zijn oog, zoals bij veel dieren, opzij zit. Dit is om het oog. En dan maken we het oog straks heel bol. Dat is ook typisch voor hem. Kijk, nou zie ik dat ik deze tussenruimte iets te groot heb gemaakt, want hij draait opzij. Dus die tussenruimte hier, let op dat je die niet te groot maakt. We slaan, zoals dat heet, we slaan de tekening af, zodat we het meeste krijt kwijt zijn. Let op dat boven deze kant van het oog, als ik daar een lijn omhoog trek, dat ik dan bij dat linker oor uitkom. Hier heb ik het oor ook te veel naar links gezet. Dus straks gaat die lijn weg. En hier komt iets bij. Je kunt of met olieverf of met acryl verder gaan. Ik werk graag in olieverf, dus dat doe ik. Hier heb ik gebrande omber. Bij de gebrande omber kun je dus wat medium doen of water. En bij olieverf doe ik de geurloze terpentine in de eerste laag. Want we werken altijd van mager naar vet bij olieverf. En dat wil zeggen dat we de eerste laag dus verdunnen. En we werken meestal van donker naar licht is het gemakkelijkst. Dus dat doe ik nou ook. En ik ga dus eerst donker maken alles in de onderlaag. Let op, hier is zijn breedste punt boven het oog en aan de overkant komt dat oog ook opzij. Maar dat zien we nou nog niet. Gewoon lekker vlotjes werken. Toch al wel
rekening houdend met de richting van de streken. Dus hier strijk ik zo en met zijn wangen strijk ik hiervan af. Ik maak het gewoon maar even af met dit. Komt er wat krijt in de verf, dan is dat helemaal niet erg. Ik ga nu met zwart verder. Officieel in de boekjes staat altijd dat je niet met zwart mag werken. Maar het is altijd leuk om dingen te doen die niet mogen. Hè? En er is vaak geen andere manier, ja wel een ingewikkelde manier om zwart te maken. Maar we doen dat even zo, dan krijgen we echt diepte erin. Ik heb daar ook weer terpentine bij genomen. Ook de donkerte in de oren. Hij kan heel goed horen, die haas. Zijn neusje maak ik met zwart. En de pupil. Je ziet dat ik nog steeds met een betrekkelijk groot penseel werk. Nu ga ik over op een iets kleinere maat. Hier kan ik iets scherper mee werken. En dan komt deze lijn onder zijn kaak. En de bolling hier. Ik heb een lichter bruin gemaakt door wit bij gebrande omber te doen. En ook een tikkeltje blauw om een wat koeler grijs te krijgen. Let goed op de richting van de streken. Dus over de kop deze richting uit, de wang die richting uit. En de streken niet in elkaar poetsen. Dus zo laten staan. Daarmee suggereer je ook de haartjes. De vacht. Niet te veel medium erbij. En van onder naar boven deze streken erin zetten. Zodat de vacht daar open komt staan, als het ware, door zijn bewegingen in de nek en de hals. We pakken nog meer wit erbij.
puur. En gaan we de tekening, zoals dieren dat zo mooi kunnen hebben, zonder dat ze make-up op hoeven doen, de tekening gaan we dan van de vacht meer aanbrengen. Maar ook de lichtval, dus hier bovenop, krijg ik met korte streekjes. Werk overal tegelijk, zodat het geen kleurplaat wordt. Die neus, die mag deze richting hebben in bolling, dus dan ga ik ook zo met de streken lichtjes met wat wit daar overheen, zodat die neus op die manier vorm krijgt. Je kunt met het waaierpenseel werken om nog meer de vacht te accentueren. Kijk eens wat een lief beestje dat het wordt. Met zwart ga ik het de neus laten zien om iets meer die vorm te krijgen. Mag echt wel zo'n neusgat laten zien. Dan de meeste zoogdieren. Hebben een zwarte rand rond de ogen. Een natuurlijke eyeliner, zal ik maar zeggen. En die ga ik er nu inbrengen. En de pupil. En nu gaat hij eigenlijk pas echt kijken.